Gevangenkampen, martelingen, executies. Voor het eerst is uitgebreid onderzoek gedaan naar het Nederlandse geweld op Bali in Indonesië in de jaren 40. Volgens historicus Anne-Lot Hoek werden op het eiland mensen systematisch mishandeld en gedood. Door Nederlanders en door Balinezen die gevangenkampen in opdracht van het Nederlandse gezag bewaakten. Anne-Lot Hoek deed onderzoek naar de misstanden op Bali in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ze doorzocht archieven en sprak met ooggetuigen, nabestaanden en oud-militairen. Haar boek De strijd om Bali geeft een schokkend beeld van het geweld tegen politieke gevangenen en vaak onschuldige burgers, in opdracht van het Nederlandse gezag. Een van de middelen daartoe is een systeem dat ze hebben opgezet van gevangenkampen, waarin martelen standaard praktijk was en waar ook heel veel mensen zijn geëxecuteerd. Na de Tweede Wereldoorlog probeert Nederland het koloniale gezag in Nederlands-Indië te herstellen. Nederlandse troepen landen in 1946 op Bali. Het verzet van onafhankelijkheidsstrijders is daar groter dan verwacht. Toen ze geconfronteerd werden met zo'n grote verzetsbeweging en ook de capaciteit niet hadden om al die mensen in gevangenkampen te zetten, omdat er gewoon te veel waren, zijn ze tot dit soort methodes overgegaan. Sibe Lijftocht is in de jaren 40 ambtenaar op Bali. Hij stuurt brieven naar Nederland om aandacht te vragen voor de misstanden. Dat wij bij honderden een ander volk doden, martelen en gevangen nemen. Dat we volkomen corrupt zijn aan het worden. Maar er wordt niet naar hem geluisterd. En daar was hij erg teleurgesteld over. Een deel van de brieven is opgenomen in het boek. Terug in Nederland wilde Lijftocht er niet meer over praten. Ik denk dat het ook moeizaam was, want hij is voor landverrader uitgemaakt. Het was in Nederland een heel lang een totaal ongewenst onderwerp. Maar vele tientallen jaren later worden de gebeurtenissen op Bali nu toch bekend. Het verbaasde me eigenlijk hoe je na 75 jaar dat toch nog boven water kan krijgen. Doordat er toch nog genoeg mensen in leven waren op Bali om die verhalen te kunnen vertellen. Er loopt nog een ander groot onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in heel Indonesië. Die resultaten worden in februari gepresenteerd.